Like de video alleen als je niet bang bent. Zelfs niet een beetje. Ja, let's go. Het laatste einde is toegevoegd in Breaking Story 2. En dit einde is enorm belangrijk. Het gaat ons laten zien waarom Scary Larry en Scary Mary zo gemeen zijn. En het eerste wat ik ga doen is via mijn telefoon wat extra kracht aanzetten, zodat we kunnen trainen. Want voor dit geheime einde hebben we meer kracht nodig dan ooit tevoren. En we zijn dan ook best wel sterk op dit moment. Maar ook onze snelheid mag niet ontbreken. Voor dit laatste einde hebben we de detective nodig. Maar niet alleen dat, ook een sterk item. En in deze laadjes een koekje en Robux. Het koekje eet ik op en ik gebruik mijn extra snelheid. Omdat als we naar buiten gaan, dan kunnen we daar cola vinden. Nou, dit nemen we mee. Zo snel mogelijk naar binnen toe. En dan gaan we nog een keer naar buiten. Want als het goed is, ligt er ook ergens pizza. Moet hier overheen springen. Hier overheen. En hier overheen. En kijk eens aan. We hebben de pizza. Misschien niet het juiste moment om pizza te verzamelen. Wanneer de creepypastas achter je aan zitten. Maar we kunnen het goed gebruiken. Laten we onszelf al wat extra Robux geven. De allereerste wave. En dit gaat niet zo lastig zijn. Het is niet voor niets de allereerste wave. We zijn al klaar. En nu is het belangrijk dat we proberen om een sterker item te krijgen. Ik heb wat extra Robux nodig. Oké, perfect. En wat colaatjes is ook altijd wel handig. Maar om de detective in ons team te krijgen, moeten wij zoveel mogelijk slechteriken verslaan. En dat is niet al te lastig als we met zoveel spelers zijn. Dit is bizar. Oké, dan gaan we weer naar beneden. Want we hebben nu de eerste opdracht van Uncle Pete gehaald. En nu de tweede. Ik heb het bijna nog nooit gezien dat we met zoveel spelers samenwerken om de slechteriken te verslaan. Ik zal alvast een klein detail verklappen over dit laatste einde. We gaan Scary Larry zien voordat het Scary Larry was. Inderdaad. Toen het nog gewoon Larry was. En toen Scary Mary nog gewoon Mary was. Oké, we gaan snel naar beneden. En we krijgen nu als het goed is. Weer wat Robux van Uncle Pete. En nu de laatste missie. We moeten alle slechterikken verslaan. Nogmaals, we zijn met zoveel spelers. Dit gaat een eitje zijn. Om dit laatste einde te krijgen, hebben we het hondje niet nodig. Dus eigenlijk alleen maar de detective en Uncle Pete. Kijk hoeveel Robux hier liggen. Dit is bizar. Ik drink er even wat colaatjes bij. Oké, de laatste drie slechterikken. Kom op nou. We hebben ze nu echt bijna allemaal. Dit hier is de allerlaatste. Oké, nu kunnen we snel naar beneden. Gaan we naar Uncle Pete. En als het goed is, ja, we hebben de muis gekregen. Ik heb superveel muntjes. Dus ik ga heel deze machine leeghalen. Daar kan ik namelijk de chips eten. Een aantal appeltjes en een aantal koekjes. Op zich niet heel erg, want als we alle cola meenemen, dan zijn we sneller. We gaan weer naar boven toe, drinken de cola en we springen. En nu kunnen we dus de muis gebruiken om de detective mee wakker te maken. Nou, de detective is wakker. De laatste keer dat we de detective wakker maakten, was het omdat we het duistere einde wilden. Oh, het hondje is er ook. Nice. Dan hoop ik niet dat mensen voor het duistere einde gaan kiezen. Hier liggen nog wat Robux en daar hebben we de detective. Ik ga ondertussen weer even naar buiten toe. Ik bedoel, we hebben letterlijk tijd over en alle slechteriken hebben we toch al. Dus laten we wat extra cola meenemen. Vooral om de andere spelers mee te helpen, want wij hebben meer dan genoeg. De cola die brengen we naar binnen. Hier is nog een koekje. Een paar Robux. De slechterikken zijn er bijna. En de battle is begonnen. Ah, dit is serieus een makkie. 3, 2, 1. En we hebben ze allemaal. Oh nee, hier is er nog één. En nu hebben we ze allemaal. Wauw. Volgens mij heeft iedereen zoveel zin in het laatste einde. Dat iedereen beter zijn best doet dan normaal. En kijk, dit is de cola die we ophaalden. We hebben niet meer echt veel te doen. Dus laten we onze tijd goed gebruiken. Oeh, wacht even hoor. Misschien is het een goed idee dat we snel hier naar binnen gaan. Want dit kunnen we al te goed gebruiken. We zijn nu extra sterk. Oh nee. De elektriciteit is uitgevallen. En weet je wat? Ik help graag mee. We rennen zo snel als we kunnen. Want hoe sneller het licht weer aangaat, des te sneller we naar het laatste einde kunnen gaan. 3, 2, 1. Perfect. Oh ja, leuk feitje trouwens. Als je deze kant op loopt buiten, dan zie je daar in de boom het item van Scary Larry. Het zou best wel cool zijn als je die zou kunnen meenemen. Helaas kan dat niet. Oké, we gaan snel naar binnen toe. Hallo Uncle Pete. Hallo Twaddo. Zo leuk dat we iedereen nu compleet hebben. Daar neem ik een koekje op. En daar zullen we ze hebben. De laatste wave. En dat is natuurlijk ook de moeilijkste. Maar ik moet zeggen, we hebben het hele team compleet. Het hondje, de detective en Uncle Pete. En we zijn nog met de meeste spelers over. Dus ik denk dat dit wel goed komt. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat de spelers niet gaan kiezen voor het laatste einde, maar voor het duistere einde. Want die kun je ook kiezen. Wanneer je heel het team compleet hebt. Oké, daar gaan we. De grootste van allemaal. Oh, hij zit alleen achter mij aan. Voor als je trouwens niet weet. Als je geraakt wordt door deze mega-inbreker, dan verlies je een item. En dat kan best wel onhandig zijn. Want items ga je nodig hebben aan het einde. Want elke eindbaas is super lastig in dit spel. Je hebt natuurlijk verschillende. Bij het duistere einde neem je het op tegen de detective. Je kunt het opnemen tegen Scary Larry of Scary Mary. Maar vandaag is dat geen van allen. Het laatste einde is echt heel anders. Oké, we hebben hem bijna. Kom op, kom op. Yes, we hebben hem. Daar eet ik wat chipjes op. Oké. Het moment is daar. Oh, wat? Nee, we kunnen het laatste einde niet kiezen. Ik denk al dat ik weet waarom. Ik was een aantal stappen vergeten bij de detective. Maar ik weet ze. Dus de volgende keer gaat het me wel lukken. En alsnog gebeurt er iets aan het einde wat ik niet had verwacht. Aan de ene kant wil ik het alsnog afmaken. Want laten we eerlijk zijn, het duistere einde
is toch ook wel gaaf. En vooral omdat ik het nog nooit zo snel heb gedaan. Meestal duurt het echt super lang. En zijn de meeste spelers al af. En deze keer zijn we nog met zoveel. En iemand heeft de regenboogpizza. Ziet er lekker uit. Weet je wat? Als iedereen ja reageert, ga ik de volgende keer echt het laatste einde spelen. Het spijt me dus dat we niet het laatste einde kunnen spelen. Ik had het graag gewild. Kom hier, Scary Mary. Wegwezen jij. Zou toch best wel makkelijk zijn als wij hier gewoon een konden inmaken. Ik zie het nu pas. Ik ben de enige die het masker heeft opgezet. Oh my gosh, nu voel ik me echt een slechterik. Maar er is toch nog iets wat we kunnen proberen. Want na het duistere einde zien we de detective met Uncle Pete en het hondje bij het kampvuur zitten. En maken we kennis met de duistere tweeling. Waarvan veel mensen denken dat we die gaan zien in Breaking Story 3. En normaal is iedereen dan klaar met spelen en sluiten ze Roblox af. Maar wij niet. Wij gaan de tweeling zoeken. En dat doen we door te gaan... glitchen. Je weet wel, wat ik ook altijd in Rainbow Friends probeerde. Dus het is toch niet helemaal klaar. En nog een klein detail over het laatste einde wat we de volgende keer gaan spelen. Het speelt zich gedeeltelijk af in de school van Scary Larry. Ja, inderdaad, dat klinkt best wel vreemd, maar dat is wat ik bedoel. We krijgen namelijk eindelijk te zien waarom Larry scary is geworden. Maar eerst... perfect. Ik heb het nu al zo vaak gespeeld. Het wordt gewoon makkelijk. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Scary Mary is echt heel sterk. Maar wij zijn sterker. Tijd voor een aantal chippies. En daar heb je hem. De detective. Ik vind de detective misschien nog wel moeilijker dan Scary Mary, omdat hij een paraplu heeft. Maar op het juiste moment kunnen we hem aanvallen. Normaal ben ik nooit met zoveel mensen over aan het einde van het spel. Pas op. Oh, hij komt naar beneden. Dus we kunnen hem een lesje leren. Tenminste, daar lijkt het op. Maar we weten al dat het niet altijd is wat het lijkt. Want we lopen op de detective af. Maar dan in 3, 2, 1... worden we gebeten en vallen we achterover in de lava. Maar hier komt het. De vorige keer stopte ik hier de video. Tenminste, nadat we bij het kampvuur met Uncle Pete, de detective en Twaddo kennis hebben gemaakt met... de duistere tweeling. Die we in chapter 3 gaan zien. Maar wij stoppen nog niet. Want kijk, we zijn nu bij het kampvuur waar dit net gebeurt. En als je dan probeert om hier terug te lopen, dan kan je hier helaas niet verder. Tenzij, en dat gaan wij nu proberen, we gebruik maken van deze emote. Oh my gosh. De spelers zijn nog daar, maar wij kunnen dus nu op zoek naar de duistere tweeling. Eerder dan alle andere spelers bij elkaar. Wacht, wat? We zijn letterlijk buiten de man. Wat was dat? Wacht, huh? Wat is dat? Oh my gosh. Wat? Is dat Breaking Story 3? Wat? Dat meen je niet. Oké, wacht. We zitten dus nu buiten de map, waardoor we allerlei dingen zien die gedurende het spel worden ingespand. Misschien vinden we wel iets. Wacht, we kunnen hier niet verder. Oké, dan gaan we het gewoon weer proberen. Op dezelfde manier. Nee, maar wie staat daar in de verte? Oké, hier kom ik dus gewoon echt niet langs. Maar kan ik hier doorheen? Nee, tenminste, dat ligt eraan. Ja, moet je kijken. Dit is zo raar. Maar kunnen we dan nu deze kant op? Hier overheen? We kunnen het proberen. Oh, dan word ik weggegooid. Maar we hebben dus best wel wat geheimen gevonden. Ga ik in de volgende video het laatste einde checken? Reageer dan ja. Tijd voor een ander spel. Ja, ze staan er. Ze staan er. Oké, snel, snel, snel. Gaat dit werken? 3, 2, 1. Oh, we zijn buiten. No way. Kijk, en ze doen dus... Wacht, kunnen we ze verslaan? Wij kunnen ze al verslaan. En ze doen ons niks. Omdat het spel zo is gemaakt dat wij hier helemaal niet horen te kunnen zijn. Abonneer voor meer en adios.